lange vlucht in de benen, maar hij voelt zich topfit, hoor ik net. Ja. Dat is ook net. Vandaag is het 27 mei 2011. En dat wordt een historische dag voor de toevallige voetbalgeschiedenis. Vandaag wordt namelijk Fokke de Haan gepresenteerd als bondscoach. En het is uniek dat zo'n klein land zo'n grote coach heeft weten vast te leggen. We kregen vannacht nog een e-mailtje van Paulson Panappa. Inmiddels ook Nederland beroemd, de voorzitter van de bond. En hij schreef ons dat hij zeer vereerd was met de aanstelling van meneer de Haan. En uitkijkt naar de samenwerking met hem.